is het, ik ben er al uit. Waar ben je uit? Je zet toch hun vier bij elkaar, die Nederlands bij elkaar, heb je al 8. Ja. Heb je al 8. En dan doe je Denzel bij, heb je al 9. En dat, ja, dan heb je 9 tegen 9 en de rest bij ons. Ja. Zo denk je dan dus. Ja, we beginnen natuurlijk. Even vertel nu. Hoeveel hebben we totaal nu? 1, 2, 3. Jongens. Heel lang wat voor schieten. Ja, maar ik heb niet verwacht dat hij. Nee, snap ik. Wat een rol voor Messi. Ik heb niet geslapen.
يا الله 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 يا الله
Jongens, kom op! Ja, Lekker jullie, Ronaldo! Zuuu!
Yeah.
Alarm, alles! Ja, minder! Oh, oh! Ja! Da unten, komm! Jo, Dani! Wo ihr Bau? Dani! Wow, jammer, jammer, halt durch! Maar neem maar schitter. Luister, weet je waarom dat niet werkt?
Heel veel mensen. Ja, moet je moet een basis, want wat je scoren. Ik weet alles. Ah, ik heb hier schitter, baffen. Ja, maar het is van veldsteld op je handen. Ja, hoeveel kansen die je krijgt. Kijk, als jullie helemaal geen kans hebben, dan zeg maar wat ik doe. Ik heb het verkeerd gedaan. Ja, kan beginnen. Jongens, nog wat? Ik heb gesproken. Ik zie het niet. Ja, alleen wij maken het verder. Maar weet je wat dit probleem is? De hele tanden, man. Geen tanden. Ik kan niet in zijn verlies. Ik heb ook wel eens dat ik 3-4 leek op rij van hem verlies. En dan word je gewoon uitgelachen. Ik accepteer het. Dat is voetbal. Hij staat ook onder 6-3. Hij is gewoon nu geen hulp stoppen. Wacht dan, schaaf me kan. Spellen. Het gaat gewoon goed hoor, dat team. Hij maakt een graag een team. Maar 6-3 maakt een team. Niet ik, maar heel vaak. Ik maak geen team. Heel vaak. Ja, dan moet je weg. Ben ik afgetroffen, zei hij. En toen zat hij. Toen zat hij vier keer. Ja, maar dat was heel. Jullie probleem. Hé! Hey. Oh. Hey. Hey, kijk die kans, waarom zit hij? Ja, waar is die? Daar kun je toch niet de teams de schuld van geven? Je doet net alsof ik je bewust naai. Ja, maar dan moet je dat tegen hem zeggen. Ja, maar ja, je moet niet doen alsof je naai. Zo ben ik. I'm not going to be able to do that.
Ja. Nee. Hey. Jongens, rustig. Hey. Fijn. Ja. Goed. Heel mooi. Zwart weer! Wow! Ja! 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 Ja, maar is goed, wil jij 30 minuten video bewerken? Maar mag jij nog geen bestanden bij jou? Mag jij die gewoon? Hé, hey, ik kom achter! Ik kom niet bewerken, maar hoef niet te stellen. Ik ben op aarde gezet om jou een putleven te geven. Ja, hij heeft
ze houden nee, jou dus kom, even. Ik kom al zo. Nou, als jij wilt gaan spelen, dan gaan we het doen. Nee, maar eerlijk, sorry hoor. Je denkt niet. Maar als je hun nog bent, dan moet je. Nou, ik ga niet naar klopt, maar. Nee, als je het niet zegt, dan moet je. Voordeel is dat je het niet zegt. Ik word niet verteld. Ik word niet verteld. Hé, ga ik gewoon veel danken? Nee, mag ik gewoon veel? Anne, zeg het maar. Kleintje. Nee, nee. Anne, rustig. Nou, moet je. Ja, ik ben er weer. Oh, wat is hier? Goed gedaan. Ja? Nu ga ik op zo spelen, jongens. Kom, alles! Kom maar, kom maar. Oh! Is niks! Oh. Is niks, jongen! Gewoon verder, is toch niks? Ja! Ja, Samin, pas op! Ik raak toch die bom! Let op, hij gaat zitten! Ja! Wat doe jij nou? Ik raak gewoon die bal hoor, ik raak hem niet. Ik raak die bal. Nee, ik heb hem niet geraakt. Ik is goed, kom maar jongen. Kom. Als de bal. Waar is dat weer, man? Boze. Laat. Ik raak gewoon die bal hoor. Hij is het. Lekker jongen, heerlijk. Applaus.
Hey!
Ja, ja, ja. 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 Hoppa! Oh, we hebben toch nog op! Het is spannend hoor! Het is 10 liggen! Waarom? We zijn gewoon aan het doen, maar het is lekker. Mannetje, mannetje! Nee.
Weg die bal! Blijf binnen. Weg! Hij is stuimig, stuimig, hij gaat schieten, ik vind hem. Hier! 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 Oké, okay. Moet ja. Laat alles bij. Ja. Hier. Ah. Voilà. Ja. Ja. Mooi. Wat doe je? Ik geef maar geen handdrukken. Ja, wat doe je? Ik wil het maar. Oh,
Daar gaat het om, gezellig. Weet je wel, was leuk dat je er was. Top aflevering. Zeker, genoeg hoogtepuntjes. Ja. Sowieso. Wel die laatste vier die weggingen, man. Hallo, Matthijs van Leeuwen. Hallo. Ik ga even een paar vragen stellen voor hoe het vandaag was. Ja. Hoe vond je de opkomst? Ja, de opkomst was goed. Het is nat, vochtig weer. Echte herfst. Dat ligt mij heel goed natuurlijk, maar ja, ondanks dat er nog steeds 20 mensen opkomst, ja, prima, ja. Hoe vond je het gaan qua de partij? Was het, de partij was het gewoon even goed of was het weer gezeik of zo, of dat het andere team weer ging zeuren van dat het niet eerlijk was, of was het gewoon eerlijke partij? Mag ik u vragen of dit interview in het Nederlands of het Engels kan? Want de taal die u spreekt, die spreek ik niet. Vond je de teams eerlijk vandaag? De teams waren goed verdeeld. Ja, balans. Balbezit aan beide kanten. Kansen aan beide kanten. Maar ja, er kwam natuurlijk wel weer gezeur. Omdat, ja, mijn team maakte de kansen wel af. Ja, dan krijg je natuurlijk alle hoon weer over je heen. Sommige mensen die doen dan net alsof ik bewust hun middag verpest. Terwijl de teams waren gewoon in balans. En niet 15 minuutjes na dat hele gedoe en dat gezeik stond mijn team 7-6 achter. Dus dan hoor je ze niet meer. Hè. Dan zijn de teams wel weer oké. Okay. Ja, dat is teleurstellend. Ja. En hoe vond jij jezelf vandaag? Ja, ik heb een beetje mixed feelings over mezelf. Kijk, het ding is, we voetballen om 1 uur en ik heb dan in de ochtend de kerkdienst, de heilige mis. Dat is voor mij een vrij drukke dag, dus ik moet goed slapen. Dus ik neem dan een slaappilletje, Zoplicon, 7,5 milligram. Maar daardoor ben ik de hele dag een beetje warrig en vaag. En mijn reactievermogen is dan lager. Ja, dus de aannames, daar merk je het vooral. De aannames zijn niet goed. Maar verder, ja, toch twee hele mooie goals gemaakt en... passing en zo was oké, okay, dus op zich tevreden, maar ja, net niet die absolute scherpte. Wat vond je van Mtekir? Ja, Mtekir, mijn boezemvriend, dat was niet normaal vandaag. Die had er zin in en kijk, hij is een opkomende verdediger, het is een soort bison. Mm. Ja, dus die stoomde op als een soort stoomwals, daar kun je niks doen. En ja, hij had ook veel kansen voor een verdediger. Volgens mij scoorde hij 2, had hij nog een assistje of zo. Ja, verdedigend liet hij ook geen steken vallen. Normaal is hij heel lui achterin. Laks, nonchalant. Maar deze keer niet. Dus ja, ik heb genoten van Mtekir. Mooi om te horen. Dat was het. Of? Ja, weet ik niet. Heeft u nog vragen? Nee, ik heb zelf geen vragen meer. Oké, okay, nou dan zie ik u volgende week, denk ik. Oké, okay, tot volgende week. Doei. Goedenavond, Mtekir. We staan hier vlak na de wedstrijd. Wat zijn uw eerste bevindingen? Ja, het was een goede opkomst. Het was 10-10. Ja, ik vond het gewoon leuk. U heeft genoten? Ja, zeker. En wat vond u van uw eigen prestatie vandaag? Ja, mijn eigen prestatie was gewoon goed. Ik heb gestreden. Ik heb, hoe zou ik het vertellen? Ik heb gewoon goed verdedigd. Goed meegedaan met de aanval. Heel vaak naar voren gekomen. Ik heb ook heel veel kansen gehad.
waarvan ja, 5 of 6 kansen gehad. 2 goals en een assist op Matthijs van Leeuwen. Ja, en dat was wel gewoon leuk. En ja, het was gewoon spannend. Het was ook spannend. Want vorige week hebben we ook gespeeld. Toen was het iets minder dan vandaag. Vandaag was het gewoon echt leuk. En wat is dan, hè, want het is lange tijd gaat het heel erg gelijk op. Qua scoren, ja. Qua veldspel. En wat is het dan dat uw team in de slotfase toch de winst over de streep trekt? Ja, gewoon strijden. Gewoon goed tikken. Want ja, eerste helft zag ik ook wel weer. We stonden gewoon op het begin weer goed voor. Einde van de eerste helft ging het weer sterk, omdat we niet goed gingen tikken weer. Er werd veel gedribbeld. Maar tweede helft dus kopje erbij gezet en dan gewoon goed getikt. En als je ook mensen aanspeelt, moet je ook altijd namen goed even opnoemen. En even coachen, want sommige spelers doen dat niet. En ik doe het bijna altijd. En dat vind ik gewoon goed van mij. Ja, dat is wel een kwaliteit van u. Hè? U heeft inmiddels ook veel ervaring. U bent inmiddels 26. Dus u bent niet meer een talent, dus u moet ook eigenlijk wel een beetje de kar trekken. Ja, dat doe ik ook zeker, want ik, ja, vroeger was ik heel goed. Ik ben ook 2 of 3 keer gescout, maar ja, dat is gewoon niks geworden. Dat is mijn eigen fout. Maar van vroeger heb ik nog wel al die dingen, dus daarom dat ik nog steeds gewoon goed ben. Ja, dat ik nog alles een beetje kan. Weet, ja, dus zo is het. Ja, en de laatste vraag die ik voor u heb. U werd een paar keer flink onder handen genomen door de tegenstanders. Ja, die u toch toch wel grove slidings in de mangel namen. En de scheidsrechter die floot niet voor een overtreding. Ja, vanaf de zijkant vonden we dat een beetje dubieus. Wat vond u daarvan? Ja, de scheidsrechter bepaalt, hè, dus je kan niks zeggen. Ja, maar een sterspeler zoals u moet toch eigenlijk in bescherming genomen worden? Is dat zo? Oh. Dat vind ik wel. Ik weet het gewoon even niet. Het is heel lastig. Ja, nee, tuurlijk. Ja, maar er wordt nu gedaan alsof u niemand bent, een nobody. En er wordt u vol wordt u van achter en zo geduwd en neergehaald. Ja, en u krijgt geen vrije trap meer. Ja, maar dat zeg je toch. Ik kan het niet bepalen. Ik ben geen scheids. Ik kan niks zeggen. Ik vond het wel. Ja, weet je wat het is? Dat ene duwtje op de rug was. Misschien niks. Dus dat de scheidsrechter wat zei over van dat het niks is, kan kloppen. Maar die ene overtreding op Sontjwa vond ik wel een vrije bal. Of was het de penalty, dat weet ik niet. Vond ik wel een overtreding. Maar alleen, ja, als de scheidsrechter zegt dat het niet iets is, dat houdt top. Dan, ik wil u geen rare uitspraken ontlokken waar u mee in de problemen kan komen. Maar u vond het eigenlijk geen goede scheidsrechter. Jawel. Alleen dat. Dat ene op Sontjwa vond ik wel. Maar voor de rest is het wel. Het is zo leuk als u gewoon zegt: het is een kut scheidsrechter. Nee, heb ik mooi beeldmateriaal. Nee, het was voor de rest wel gewoon goed. Gewoon goed hoor. Ik vond het niet zo erg of zo. Oké. Okay. U was in het veld veel emotioneler. U bent nu heel kalm en rustig. Hoe komt dat? Ik ben de beste. Dat is verklaarbaar.